Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. In de TechScoops, Meta stelt hun EU-AI-training uit, Apple discrimineert vrouwen naar verluid en Amerikaanse politiek waar AI alles besluit. In de deep dive nodigen we Apple-expert Michiel uit en in de tooltip hebben we het over Luma. Probeer het maar eens uit. Tot slot een watercolor show die alles afsluit. Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ik ben David. En ik ben Daphne. En samen gaan we alweer duiken in het allerlaatste nieuwe technieuws. En yes, om te beginnen, ik heb de eerste denk ik, gaan we het heel dicht bij huis halen. Want Meta, het voormalige Facebook, hoe lang moeten we dat eigenlijk nog zeggen, het voormalige Facebook? Ik denk dat iedereen het wel weet. Ja, we mogen stilletjes aan stoppen zeker. Hè. Meta heeft zijn plannen gepauzeerd om data van Europese burgers te gaan gebruiken om hun AI-systemen te gaan trainen. Ik wist het eigenlijk zelfs niet dat ze dat van plan waren, maar dus blijkbaar... Ja, we hebben het daar ooit al wel eens over gehad in de podcast, dat ze dat in Amerika aan het doen waren. Ja, dat ze in Amerika data stelen langs alle kanten, dat weten we ondertussen wel al. Maar dus blijkbaar in Europa waren ze van plan om data te gaan gebruiken. En hadden ze dus zelfs ook een opt-out periode ingesteld. Dus eerst hadden ze zelfs toestemming gekregen van de Data Protection Commission, de databeschermingscommissie, het Europese orgaan die verantwoordelijk staat voor het enforcen van de GDPR-wetgeving. Ze hadden dus eerst toestemming gekregen, maar omdat Meta dan nadien niet voor een soort opt-in systeem is gegaan. Ze hebben dus gezegd van, hey, je hebt tot 26 juli om ons te laten weten dat je je data niet wilt laten gebruiken. En ze hebben dat ook niet publiek aan de mensen gezegd. Je moest er zelf naar op zoek gaan naar die opt-out. Hadden ze dus meer dan 11 klachten doorheen de volledige EU ontvangen. Valt nog wel mee, eigenlijk. Ja, maar ik denk, elk van die klachten staat dan voor miljoenen dollars aan advocaten. Dus dat is waarschijnlijk genoeg voor een bedrijf zoals Meta om te zeggen van, we gaan toch eventjes terug naar de tekentafel moeten gaan. Ze hadden dus geclaimd dat zij legitimate interest hadden. GDPR bevat zo gerechtvaardigd belang. Gerechtvaardigd belang. Het bevat zo een clausule dat dus inderdaad bedrijven gebruik mogen maken van uw data als ze dat goed kunnen verantwoorden. Hè, als het echt nodig is voor de werking van uw bedrijf. Bol.com heeft uw adres nodig, want zij moeten uw pakjes gaan afleveren bijvoorbeeld. Maar dat is dus weerlegd geweest door de commissie nu, waardoor Meta eigenlijk terug naar de drawing board moet. Maar dat is eigenlijk wel heel eng om te beseffen dat die letterlijk, als je uw profiel publiek staat, dat die letterlijk foto's van u kunnen gebruiken om hun afbeeldingsgeneratie modellen te gaan trainen. En dat als je zou vragen achter een vrouw, een bruinharige vrouw van rond 28 jaar, dat mijn gezicht daar voor die afbeelding zou gebruikt zijn om een model te trainen. Ja, dat is... Ik snap wel dat mensen dat liever niet hebben. Maar anderzijds denk ik ook wel, als je een publiek profiel hebt, ja, wie weet wat er nog met je afbeeldingen gebeuren. En OpenAI hebben die misschien ook uw afbeeldingen gebruikt die op het internet te vinden zijn. Zij hebben daar misschien nog niet zo eerlijk over bericht als Meta. Ja, absoluut. Dus ja, ik weet niet, vraagtekens die ik toch wel heb. Is inderdaad het gebruik van uw data voor het trainen van een generatieve AI-systeem het ergste dat er met u kan gebeuren? Wetende bijvoorbeeld dat data-aggregatie-websites die dat bijvoorbeeld doen om uw data te verkopen aan medische verzekeringsinstanties. Mm-hmm. Dat is gedocumenteerd, dat wordt effectief gedaan. Mm-hmm. Daar zou je nog iets kunnen beargumenteren dat dat veel impactvoller is dan generatieve AI. En dus inderdaad, iedereen heeft het recht om dat niet te willen. En ik zou het ook begrijpen als je dat niet wilt, maar ik vraag me toch af, is het niet al gebeurd? Nu, en Meta zou dan zeggen, inderdaad of nee, je hebt gelijk, iedereen heeft dat recht. En het enige wat zij daarvoor moeten doen, is 5 minuutjes diep ergens gaan zoeken naar een optie om een opt-out te gaan doen. En voilà, kijk, dan gaan we daar ook heel veel respect voor hebben. Eens het is gebruikt, ga je dat model toch niet dat er kunnen uithalen? En inderdaad, dat was nog het laatste punt dat ik hierover wou maken. Ja. Een groot argument die ook werd aangehaald om te argumenteren van, hey, heel deze zaak is niet GDPR-proof, is dus inderdaad dat, oké, zelfs al is er een consentmechanisme aanwezig, de GDPR stipuleert ook dat je consent moet kunnen terugtrekken, hè, dat je data er terug moet worden uitgevoerd.
kunnen gehaald. En dat is dus niet het geval bij generatieve AI-systemen. Het is niet dat Meta gaat zeggen van, ah, oei, Daphne heeft net haar consent teruggetrekt. Allee jongens, kom terug opnieuw gaan beginnen trainen. Het zou ook echt heel impactvol zijn voor ons milieu natuurlijk. Inderdaad, en dat kan niet zomaar gedaan worden. Er zijn wel slimmere trucjes om data selectief uit AI-modellen te gaan halen. Dat bestaat ondertussen ook al. Maar desalniettemin, die mogelijkheid was niet voorzien. En dus is het hele ding niet GDPR-proof. En dus worden de plannen eventjes op pauze gezet. Positief voor de data privacy. Anderzijds moeten we misschien ook wel aanhalen. Ja, Meta had al allerlei features geteased die zo wat AI gedreven zouden zijn. En ze zeggen zelf ook van, kijk, wij willen een product maken die op maat van het Europese publiek is afgestemd. Dus wij hebben ook die data nodig om ervoor te zorgen dat dat geen vlak generiek Anglo-Saxisch model is, maar net de vele culturen en manieren van denken in Europa omarmt. Je kunt er een positieve spin aan geven, maar doe dat dan op een GDPR-vriendelijke manier, zou ik inderdaad zeggen. Vraag het mij vriendelijk en misschien mocht je mijn fotootjes gebruiken. En wie weet, als ze vragen naar een knappe 32-jarige man, dat mijn gezicht daar ook dan uitkomt. Voilà. Wie weet. Ja, ik vraag me enkel af, eventjes op pauze? Inderdaad, eventjes op pauze. En wat privacy, waakhonden ook wel een beetje nerveus maakt, de taal in hun legalese, in hun terms and conditions tekstje, is nog niet aangepast. Oh ja. Waardoor dat er eigenlijk nog altijd, wettelijk gezien, na 26 juli, als je niet een opt-out hebt gedaan, volgens de taal die nu in de overeenkomst staat, hebt gij nog altijd toestemming gegeven, zo gezegd. Maar het is quasi zeker dat Meta het zich niet zal wagen om stiekem toch de Data Protectie Commissie te negeren. Lijkt mij weinig waarschijnlijk. Alright, dus we kunnen misschien in de toekomst nog wel iets verwachten. Het zal nog wel een staartje krijgen, maar op dit moment even niet. Je gaat misschien in de toekomst plots een pop-up krijgen en denken van, ach, daar zijn ze weer met hun cookies, maar het is eigenlijk toestemmingsformulier om al uw data te mogen gebruiken voor generatieve. Ja, be aware. Yes. Alright. Dan misschien ook een andere grote speler die niet zo goed bezig is, op één vlak dan toch, is Apple. En ik was eigenlijk wel een beetje geschrokken van een artikel dat ik heb gelezen over Apple die vrouwen blijkbaar zou bestraffen of minder goed zou behandelen als mannen. Op vlak van loon, blijkbaar zou Apple echt wel een gender gap hebben waar dat vrouwen doelbewust minder worden betaald, ook al hebben ze vergelijkbare ervaring, vergelijkbare job als mannen. En daar is ook effectief een class action rechtszaak voor ingediend in Californië. Dus ja, niet zo goed bezig. Het artikel wat ik heb gelezen sprak ook echt over wanpraktijken, grensoverschrijdend gedrag, waar dat een baas, een werknemster heeft aangeraakt, waar dat zij daar toch wel aan de alarmbel heeft getrokken. Waar dat er wel is met de vinger is gewezen, zal ik maar zeggen. Je zegt, dat mag je wel niet meer doen. Ja. Waarschijnlijk wel op een andere manier. Maar in ieder geval, die man is niet ontslagen of zo. Integendeel, die moesten nog samenwerken op projecten. En die vrouw werd als onprofessioneel gezien als ze dat niet zou doen. En die man is ook uiteindelijk dan nog gepromoveerd en dergelijke. Dus niet zo'n fijn verhaal om te brengen. Gewoon het feit dat vrouwen ook bestraft worden of minder goede scores krijgen op het vlak van, leiderschap of zo, waar dan mannen dan betere scores op krijgen als ze dat doen. Ja. Assertiviteit is zo'n typisch ding. Hè. Ja, als vrouw assertief bent, dan wordt dat negatief ervaren, terwijl bij mannen is dat een symbool van leiderschap. Ja. Vrouwen worden eigenlijk niet echt goed behandeld volgens deze rechtszaken. Het is natuurlijk, ik wil ook niet generaliseren of zo, wat dat die vrouwen die daar die rechtszaak hebben aangespannen is overkomen. Dat kan uiteraard niet. Ik hoop echt van harte dat dat niet bij elke vrouw bij Apple zo is. Maar die enkele zijn er eigenlijk al enkele te veel. Ja, dus het is goed dat de vrouwen opstaan, zich verdedigen. En ik hoop ook echt oprecht dat Apple er iets aan zal doen. Want ik vind het wel jammer. En zeker zo'n innovatief bedrijf dat toch echt wel een wereldleider is. En waar ik ook echt heel graag de producten van gebruik en waar dat user-friendliness en alles en iedereen moet het kunnen gebruiken. En dan zou je denken van, dat is een bedrijf dat waarschijnlijk intern ook wel het meer op orde zal hebben of zo. En dat blijkt dan uiteindelijk weer niet.
toxische werkculturen. Het is toch blijkbaar in elk groot techbedrijf ergens een issue. Dat zou moeten veranderen. Hè? Allee, hoe kan dat? Nu, het is altijd moeilijk om... Maar ja, ik kreeg toch uit het artikel ook wel een beetje de indruk. Het is moeilijk om een onderscheid te maken van... Zijn dit geïsoleerde gevallen die op een bedrijf van duizenden werknemers... Wordt dat iets meer dan een paar personen? Of is dat een systematisch probleem? Dat is dan vaak het grote verschil die eventjes moet worden uitgezocht. Maar goed, daar zullen de rechtbanken vermoedelijk wel over... Ja, daar zullen we waarschijnlijk later nog wel op terugkomen, of het al dan niet zo was. Maar ja, het feit dat er al genoeg vrouwen zijn om een class action lawsuit op te zetten, ja, dat is ook niet oké eigenlijk. Gewoon elke vrouw die zo wordt behandeld, of maakt zelf niet eens uit of je een vrouw bent of een minderheid in het algemeen. Je zou gewoon, iedereen zou gelijk voor de wet moeten zijn, en zeker als je gewoon hetzelfde werk levert als een man, ja, wordt daar dan eerlijk voor vergoed, hè? Dat is gewoon... Dat triggert mij wel een beetje. Maar ja, bij deze dus, Apple, op dat vlak niet zo goed bezig. Maar je zult nu waarschijnlijk denken van... Ah ja, nu gaan we over naar Apple Intelligence. Nee, we gaan niet over naar Apple Intelligence. Uit protest gaan we Apple niet meer bespreken in deze podcast. Apple is toch niet geband. We gaan Apple nooit meer noemen. Nee, dat is ook niet waar. Want we hebben straks een gast die wat meer over Apple Intelligence komt vertellen. Dus in onze deep dive meer. Onze derde tech scoop gaat over iets helemaal anders. Ja, inderdaad. Het klinkt een beetje als een soort glazen bol voorspelling. En ik denk, als ik het zelf had moeten voorspellen, dan had ik het nog minstens 5 à 10 jaar gegeven of zo. Want... Heb je dat ooit al niet voorspeld, vraag ik mij af. Wie dat weet. Klinkt echt wel als iets dat jij zou voorspellen. Ja, het klinkt als iets dat zo wel een keer in de koker zou gepasseerd zijn, maar dat ik dan zou denken van, maar ja... Dat gaat niet gebeuren. Mensen gaan denken van, hij is hem daar weer met zijn rare AI-voorspellingen. Hij ziet het wel een beetje heel rooskleurig de laatste tijd. Ja. Maar wat is dus eigenlijk het nieuwsweetje die ik wil bespreken? Dat is een hele interessante nieuwe burgemeesterkandidaat in de Verenigde Staten, meer bepaald in Wyoming. En u vraagt je misschien af van, David, waarom ben je geïnteresseerd in de lokale verkiezingen in Wyoming? Wat is daar precies te gebeuren? Wel, daar is een zekere Victor Miller die zich kandidaat heeft gesteld om burgemeester te worden. Maar Victor Miller heeft zelf al aangegeven dat hij niet zelf de beslissingen gaat nemen. Hij noemt zichzelf gewoon een vleespop. Een meat puppet klinkt iets beter in het Engels dan in het Nederlands. Nee, dat klinkt echt niet beter. Een meat puppet. En wel, ja, hij zegt zelf van, ik ga mij kandidaat stellen, maar ik ga zelf de beslissingen niet nemen. De beslissingen, die ga ik laten doen door VIC. En VIC staat voor Virtual Integrated Citizen. Oftewel, eigenlijk min of meer ChatGPT 4.0 bijgetraind naar een soort beslissingsnemend AI-systeem. Okay. En Victor Miller zegt dus zelf van, kijk, als ik verkozen word, dan laat ik het VIC AI-systeem alle beslissingen nemen. Ja. Ik ga alleen maar de dingen tekenen. Een van de argumenten die hij ook aanhaalt is van, kijk, ja, ik zie vandaag de dag dat als er lokale bestuursvergaderingen zijn, dat heeft een specifieke... Schepencollege-achtige vergaderingen, inderdaad. Ik weet veel van lokale politiek, je merkt het al meteen. dan komen daar verslagen uit van honderden pagina's en hij zegt zelf van, en ik ben ervan overtuigd dat absoluut niemand die leest. Ja. Hij had dan ook enkele aanvaringen gehad met lokaal bestuur, waarin dat blijkbaar niemand op de hoogte was van de laatste policy changes. Dus hij zei zelf van, ja, kijk, ik ben ervan overtuigd, die dingen produceren massaal veel tekst, niemand leest die nog. Mm. Wel, door mijn AI-systeem te trainen op honderden van die verslagen, heeft mijn AI-systeem geleerd hoe mijn lokale gemeenschap vindt dat er zou moeten gestemd worden en gaat die dus heel geïnformeerd, datagedreven beslissingen kunnen nemen. Ik trek daar echt de grens. Ik vond het een interessant... En als je in de comments ging gaan kijken... Ook, dat is gebaseerd op gedrag van het verleden, toch? Stemgedrag van het verleden. Het is toch niet per se dat dan het juiste gedrag is of zo? Dat is zeker en vast, waar. Ja. Het is een beetje gebaseerd op algemene kennis en historisch stemgedrag. Ja. Laat het ons zo zeggen dat hem... Ja. Ja, ik weet niet. Jij denkt positief, of wat? De comments waren universeel negatief. Hè. Ja. Zo van, dit is het einde van de mensheid. Dit is de mensheid die gewoon alle verantwoordelijkheid afschuift op een veredelde autocomplete. Mensen kunnen zelfs niet nadenken meer. Ja, ik ben wel een beetje akkoord. Maar ik moet toch wel het argument van Victor Miller onderstrepen van, ja maar, kijk eens naar het menselijke alternatief.
We hebben dus inderdaad de situatie waarin dat er beslissingen genomen worden door de gemeenteraad. Dat was het woord dat ik straks zocht, de gemeenteraad. Door de gemeenteraad, die dan leiden tot lange, lange documenten waar niemand iets van leest, waar dan niemand eigenlijk echt nog bezig is met de inhoud. Wel, kijk, hier hebben we nu een systeem die al die pagina's van voor tot van achter gaat doornemen en daarover gaat redeneren om een beslissing te maken. Maar akkoord dat je dat als tool zou gebruiken om dat samen te vatten en zo, en ja, dat als hulpmiddel ga gebruiken om beslissingen te maken. Maar ik vind wel, in de gemeenteraad, ik ken ook echt heel weinig van politiek trouwens, zitten toch mensen die verschillende standpunten, verschillende partijen, die moeten tegen elkaar discussiëren. Ik ben nog nooit bij een gemeenteraad geweest, maar die moeten dan toch hun eigen standpunt, die moeten een middle ground gaan zoeken. En dat is toch super menselijk of zo, dat je een mening hebt en dat je die gaat verdedigen. Mm-hmm. En hoe kan dat systeem dat nu zo genuanceerd doen als een mens? Goh, je zou ergens kunnen gaan zeggen van, bespreken beide kanten van het verhaal. Misschien een multi-agent GPT, waar dat er ene extreem rechts en andere list super links. Pros en cons en maak uiteindelijk een compromis die iedereen tevreden kan stellen. Ja, ik zie het nog wel als tool voor de democratie, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet. Om echt, hele grote... Hij zegt ook zelf van, kijk, ik heb niet echt een politieke kleur. Mijn doel is om zoveel mogelijk data-gedreven beslissingen te maken. Hè. Zoveel mogelijk op basis van data beslissingen te verantwoorden. Maar dat is niet slecht, maar ik vind uiteindelijk... Allee, David, human in the loop. En hij is er nog altijd, hè? Ja, nee, hij is gewoon een vleeszak, zegt je net. Ik denk dat hij misschien wel nog altijd zijn eigen gezond verstand kan gebruiken, maar ik vind het een interessant experiment. Er is zo een bekend voorbeeld uit de financiële wereld. Mm-hmm. Waarbij dat, wat is het nu weer? Ik denk een of andere gorilla in de zoo, elke maand quasi random een hoop aandelen uitkiest. En het grappige daaraan is dat die gorilla beter performeert doorgaans dan de pics van ervaren, getrainde financiële adviseurs. En ik denk ergens, dat valt ook zo mijn denken samen rond, hoe gaat dat AI-systeem presteren? Is het een goede tool om beslissingen te nemen? Nee. Maar zou het misschien toch beter kunnen werken dan hoe mensen het nu doen? Misschien wel. Gaan de beslissingen die hij neemt doordacht zijn zoals dat wij het zouden willen dat het doordacht is en bediscussieerd zijn zoals dat wij willen dat het bediscussieerd wordt? Nee. Maar desalniettemin denk ik dat de soort common sense redeneringen die uit zo'n systeem vloeien ergens wel kunnen leiden maar tot... Is die common sense ook niet gebaseerd op onze zogezegde common sense? Ja, en is maar dat niet exact wat we willen? Ja, maar dat is niet altijd het beste, hè? Ja, ik weet het niet. En dat is ook misschien is het beter, van, hè? Misschien kan, hè? Een systeem die een beslissing maakt, die gewoon zegt van kijk, we gaan dat doen, A of B. Het is zelden kiezen tussen we gaan iedereen uitmoorden of puppies voor iedereen. Het is zelden zo'n soort beslissing. Het is zo vaak van, gaan we de financiële rentevoet met 0,1% omhoog of naar beneden doen? Wel, dan maakt dat gaan ze niet in de gemeenteraad beslissen. Maar lokale tax... Gaan we de temperatuur in het zwembad met een halve graad verlagen of niet, zoiets? Ja, voilà. Ja, kijk, ik ben wel benieuwd of dat zou werken. Ik weet wat ze moeten doen. Ze moeten dat eens een experiment doen op een, weet ik veel, zo'n hogeschool of zo, waar een studentenraad is. Waar wel impact kan gemaakt worden, maar misschien niet zoveel impact om te zien van... Is dat dan beter of niet? Wel, ik wou misschien nog zeggen voor de mensen die misschien ook hoopvol zijn over de mogelijke resultaten van Vic, heb ik misschien wel slecht nieuws. Want enerzijds heeft de procureur van Wyoming al verklaard dat... er is zo'n wet dat min of meer stelt van je moet een persoon zijn om je kandidaat te mogen stellen voor een politieke functie. De mascotte van Coca-Cola mag niet zeggen ik ga burgemeester worden of zo. Dus dat is een redelijk sterke vereiste. Natuurlijk, Victor Miller zegt van... Hallo, ik ben hier wel. Hè. Ik ben nog steeds de persoon die zich kandidaat stelt. Dus daar zit een beetje twijfelachtigheid of dat dan wel zal worden toegelaten. Maar nog veel sterker, OpenAI heeft zelf ook al verklaard dat zij... Ofwel hebben ze het al offline gehaald, ofwel gingen ze het doen. Omdat er in hun terms and conditions staat dat je OpenAI-technologie niet mag gebruiken voor politieke campagnevoering. Mm. En dat is min of meer wat dat de bedoeling is. Misschien dat hij beter een open source modelletje gaat
gebruiken. Hij heeft zelf al verklaard, inderdaad, van kijk, en als ik geband word van OpenAI, dan ga ik Llama 3 gebruiken om in een VIC te gaan creëren. En ik moet zeggen, als ik dan toch moet kiezen voor onze AI overlords, laat het dan alsjeblieft een open source AI zijn. Het zal misschien ook de toekomstige Republikeinen versus Democraten worden in de VS. OpenAI kandidaat versus de open source kandidaat. Leuke glazen bol. Ja, je hebt hem nu al weggegeven. Ja, voilà. Het is, deze is weer gratis. Oh, oké. Okay. Ja, ik moet zeggen, ik ben heel sceptisch, maar ergens de gorilla-analogie. Mensen, ja, die politiek, ja, ik sta er ook een beetje te ver van en het is vaak wel veel blabla. Oké, ja, interessant. En dan de laatste tekstscoop, want we hebben het redelijk kort gehouden vandaag. Maar ja, straks in de deep dive volgt er nog wel heel wat. We verwachten Michiel die over Apple komt praten, dus we hebben het kort gehouden. Het is dat. Maar recall is recalled. Microsoft recall, we hebben dat enkele afleveringen geleden wel eens besproken. En we hebben toen al gezegd van, oei, misschien toch niet zo'n goed idee, en ik denk... Ja, ze hebben geluisterd, denk ik. Voor mensen die die aflevering niet hebben gehoord of geluisterd, recall was een soort van, of is, een soort van concept waar dat uw computer periodiek schermafbeeldingen gaat nemen, die dan opslaan op een schijf en in die schermafbeeldingen door OCR eigenlijk laten scannen om te kijken van, wat heb je allemaal gedaan? Een soort van geschiedenis, zoals dat je in je browser hebt, maar dan voor je hele PC. Ja. En waar dat je dan eigenlijk door tekstprompts kunt gaan opzoeken van wat heb ik die dag gedaan? Of ik heb dat gedaan, wat was dat ook alweer? En dat zou je dan kunnen helpen om alles te vinden wat je zoekt. Het idee... ik snap het idee ergens wel. Ik stelde me er ook al wel wat vragen bij. Maar blijkbaar hebben ze nu toch ook ondervonden dat nog niet zo goed is ontwikkeld of nog niet zo bulletproof is. Want het belangrijkste probleem waarom dat ze er toch even niet mee doorgaan gaan, is omdat eender wie dat je computer kan accessen, dus ook hackers of andere gebruikers, kan eigenlijk die schijf gaan betreden, zal ik maar zeggen, of accessen. Zonder, er zit geen extra encryptie op, of versleuteling of zo. Dat is helemaal niet bulletproof, zal ik maar zeggen. Dus iedereen kan dat gaan accessen, uw geschiedenis gaan kijken, zien wat je allemaal doet op je PC. Misschien niet altijd wenselijk. Ze hebben gezegd van, oké, we gaan toch nog even wachten om dat op die Copilot Plus PC's te zetten, totdat we hebben iets gevonden hebben dat echt veilig is. Ja. Maar goed ook, misschien. Ik zou misschien zeggen voor de mensen die in de tussentijd toch verliefd zijn geworden op het recall-concept, mm-hmm. er zijn ook al open-source varianten van gemaakt. Hè? Dus iemand die gewoon met lokale LLM's een recall-achtige functionaliteit heeft gebouwd. Dus als je Microsoft niet vertrouwt, maar je wilt wel heel graag periodiek screenshots laten nemen van je scherm, bij deze recall-open-source je zult er meteen op uitkomen. In ieder geval nog even wachten dus voor die Microsoft Copilot Plus PC's. Totdat het daar zal op verschijnen. Maar veel dingen die zo on hold zijn gezet precies toch wel, vandaag. Toch wel precies wel. Dat was de laatste tekstscoop ook. Dus dat is de eerste keer dat we zo snel klaar zijn volgens mij in... een jaar? Ik denk niet dat we er nog zo lang mogen blijven bij stil mogen blijven staan, of dat anders alsnog... het is wel. Maar dus, nu gaan we naar de deep dive. We hebben inderdaad Michiel van den Driessen, de founder van Raccoons, ook wel als Apple fanboy bekend, bij ons uitgenodigd om ons te komen vertellen wat dat Apple wil doen met Apple Intelligence. Yes, ik ben benieuwd. Alright, wij hebben vandaag een gast bij, Michiel. We hadden u al aangekondigd daarjuist. We weten allemaal dat jij de grootste Apple-fan bent bij Raccoons. En wij konden niet anders dan u uitnodigen om eens te komen vertellen over Apple Intelligence. Yes. Want ze hebben daar toch wel wat aangekondigd, hè? Ja, en op zich eigenlijk al gewoon AI of AI rebranden naar Apple Intelligence vind ik een prachtige, prachtige marketing move. Yep. Het kan niet meer Apple zijn dan dat. Yep. Maar nee, inderdaad, ik denk de laatste keer dat ik te gast was in de podcast was met de release van de Vision Pro. Ja. Dus we zijn nu exact 1 jaar later met Apple Intelligence. Dus ik vind het leuk om er iets over te kunnen komen vertellen. Mm-hmm. All right. Ik heb gezien
Apple gebruikt nu generative AI voor emojis. En ik dacht van, kijk, dit is het summum van ja. Apple-technologie. Iets anders zal er wel niet aangekondigd zijn geweest. Dat is het allerbelangrijkste. De Genmojis. Genmojis, inderdaad. Genmojis zijn aangekondigd en eigenlijk is daarmee alles verteld. Ja, dus jij mocht terug naar huis gaan. En, Maar ja, op een meer serieuze noot, misschien Apple Intelligence. Ze lijken daar toch wel iets specifiek mee te bedoelen. Ja, het punt is natuurlijk, dus in Apple-producten zit al uiteraard al heel veel AI in de Photos-app en zo verder worden al heel veel, zowel klassificatietaken als image segmentation taken en zo verder. Er zitten al transcriptions in de podcast-app en zo verder. Maar Apple had zo het ding van nooit het woord AI te gebruiken, want AI is een middel, is geen doel. En het gaat erom over wat dat betekent voor de eindgebruiker. Dus ze spreken dan bijvoorbeeld in de Apple Watch over crash detection, maar niet over AI die detecteert dat er een crash is, hè, maar dat soort zaken. Mm-hmm. Maar nu hebben ze dan toch een beetje, ja, die het ook wel te maken heeft met investeringen en zo verder. Je moet als groot techbedrijf vandaag over AI praten. En hebben ze gewoon gezegd van oké, we gaan over AI praten en dan wordt dat maar Apple Intelligence. Mm-hmm. Maar eigenlijk, wat is Apple Intelligence? Eigenlijk is dat het hele generative AI gedeelte van Apple. Mm-hmm. Hè, dus dat zijn de basically de large language models die we al kennen, van GPT, van Gemini, en ook in meer in de producten, in Copilot en zo verder, dat nu ook naar Apple-producten gaat komen. Maar er zijn een aantal interessante verschillen die toch wel de moeite waard zijn om daarnaar te kijken, denk ik. Okay. Yes, want in vorige afleveringen hebben wij zoal wel kleine releases of zo besproken van Apple, die plots hun eigen taalmodellen hadden gereleased, maar totaal niet onder marketing, onder mooie Apple-marketing die we kennen, maar gewoon ergens in de krochten van het internet een aankondiging hadden gedaan. En ook, dat er misschien een deal zou zijn met OpenAI om GPT te implementeren, maar al die dingen zijn nu wel samengekomen. Misschien voordat we het over OpenAI en Apple gaan hebben, wil ik misschien nog eventjes stilstaan bij allerlei toepassingen van Apple Intelligence. Kunnen we misschien eventjes rap overlopen? Waar gaan we generative AI tegenkomen in onze iPhones? Ik denk, een van de belangrijkere zaken is wat zij writing tools noemen. En dat is eigenlijk system-wide iPhone, iPad, Mac. Dat eigenlijk overal waar je tekst kan schrijven, overal waar je cursor van je pointer verandert naar een tekstgebaseerde cursor, daar eigenlijk, overal waar je tekst kan selecteren en zo verder, daar ga je de typische zaken kunnen doen, zoals maak dit wat formeler, maak dit wat informeler, elaborate een beetje, maak daar bullets van en zo verder. Een beetje de typische use cases, dat noemen zij writing tools. Okay. Wat dat wel belangrijk is, we gaan zelfs wat dieper ingaan op die OpenAI deal, want die gaan nog wat extra functionaliteiten toevoegen, maar in de core van de Apple-modellen zit geen puur prompt-based genereren stukje tekst voor mij in. Het is enkel het rewrite. Dus er is al een tekst gegenereerd en je kan dan het formeler maken, informeler en zo verder, maar niet gewoon zeggen, schrijf deze e-mail voor mij, dat gaat hij niet doen. We gaan straks over de OpenAI-partnership praten, dan komt het er wel bij. Maar dat is wel belangrijk. Hè. Dat is een van de zaken die ze doen, maar achterliggend, of wat ze ook doen, is een klein beetje image generation, maar heel voorzichtig. Hè. Ze willen daar heel hard het fun gedeelte benadrukken. Mm. De emojis zijn er een voorbeeldje van, maar ze hebben dan de image generation playground, of hoe heet dat, image playground of zoiets. Een soort app waar je makkelijk eigenlijk, niet puur prompt-based, maar een beetje in een leuke UI, wat afbeeldingen kan genereren en zo verder. En dan wordt uiteraard ook heel die language reasoning capabilities wordt dan ook in Siri gebouwd, zodat je ook heel complexe vragen kan stellen. En dat brengt ons eigenlijk bij de twee grote verschillen ten opzichte van bijvoorbeeld een Gemini of een Copilot met Apple Intelligence. Het eerste is dat het doel is dat Apple Intelligence effectief zaken gaat kunnen doen in apps. Ja. Natuurlijk, dat hebben we al gehoord. Hè? De typische, beetje de geflopte AI-devices, hè? De Humane AI Pin, RabbitR1, die hier ook al besproken zijn, die beloven dat ook. Hè? Wij gaan gewoon, je moet gewoon zeggen wat je wilt en wij gaan achterliggend wel de juiste apps en de juiste systemen aanspreken om dat te gaan doen. Mm-hmm. We zien dat eigenlijk ook al een beetje hè, bij Gemini, die ook aan uw Gmail en uw Google Drive en zo verder kan. Maar hier zit het echt op OS-niveau en app-niveau. Dus developers gaan, dat is eigenlijk een soort van concept van app-intent. Intent kennen we ook een beetje van de chatbot-lingo. Mm-hmm. Het app-intent gaan ze kunnen gaan integreren in applicaties. En zo kan eigenlijk Apple Intelligence zaken gaan doen voor u op system-platform-app
niveau, om het zo te zeggen. In termen van, zet mijn helderheid wat hoger of Ja, maar ook third-party apps. Hè. Dus het idee is eigenlijk dat ik kan zeggen van, speel de podcast af die Daphné vorige week naar mij heeft gestuurd. Oké, welke Daphné? Waar stuurt Daphné types berichten naar mij? Welke podcast vinden we dan? Waar speelt Michiel zijn podcast af? En hoe gaan we die daarin afspelen? Eigenlijk moeten de app-intents worden eigenlijk allemaal achter elkaar geplakt om dat allemaal te gaan uitzoeken door Apple Intelligence. Mm-hmm. Hè, of wanneer moet ik vertrekken naar het piano-optreden van mijn zoon? Oké, wie is die zoon? Waar is dat piano-optreden en wanneer is dat? Hoe reist Michiel? Is dat een Uber-driver? Is dat een Uber-passenger? In dat geval moeten we misschien de app-intent van de Uber-app gaan checken. Dat is eigenlijk het idee. Nee, natuurlijk, dat moet geïntegreerd worden door developers. Hoe dat allemaal gaat werken en hoe hard de developers daarop gaan opspringen. En er is natuurlijk de relatie tussen Apple en developers ook niet fantastisch, zo met alle lawsuits rond de Apple tax, de 30% die developers moeten afgeven bij elke transactie die er gebeurt in apps en verder. Dus er is een beetje spanning tussen die developers. We zien dat trouwens ook bij de Vision Pro, waar zo die development of dat ecosysteem van apps nog niet op gang aan het komen is. Dus een beetje de vraag of dat ook effectief gaat werken, maar dat is wel het idee. Ja. En dat is wel heel interessant, omdat dat is eigenlijk exact wat YouMain en Rabbit willen doen, hè, met die standalone devices. Maar het wordt wel meer en meer duidelijk dat, ja, waarom is dat device, dat AI-device, is gewoon uw smartphone. En dat is een beetje hoe Apple het ook ziet en mijn Apple Intelligence wil gaan bereiken. En op die manier dus ook heel complexe queries van gebruikers niet alleen wil vertalen of wil beantwoorden, maar effectief wil vertalen naar acties te nemen binnen iOS, macOS of iPadOS. Ja, oké. Okay. Misschien al een vraag. Hoe ziet de timeline er ergens uit? Ja. De nieuwe software, de nieuwe operating systems worden gelanceerd typisch in september, oktober. Okay. Maar wat dat Apple typisch aankondigt, is eerder een roadmap voor het hele jaar, in plaats van echt alles vanaf dag 1 te releasen. Dus het gaat eigenlijk gewoon gradueel, vanaf de herfst gaat eigenlijk meer en meer in onze devices komen. En een beetje typisch, ik dacht dat we daar bijna voorbij waren in de AI-wereld, maar het is nog steeds US, English en only. En we moeten dus alles in het Engels zetten. Mm. Ik denk dat het in België wel gaat werken, dat gaan we moeten zien, maar ik begrijp dat het in België gaat werken op voorwaarde dat uw Siri-language en uw OS-language op US-English is gezet. Mm. Okay, dus dat gaan we moeten bekijken. Maar dan nog gaan daar nog features eigenlijk gradueel verder uitgerold worden doorheen eigenlijk tot dan de volgende release die dan in juni 2025 wordt aangekondigd. Denk je ook niet dat dat sneller naar andere talen wordt gebracht, nu dat die taalmodellen toch veel krachtiger zijn, ook multilingual? Ik denk technisch dat er niet zo'n al te groot probleem is om dat te doen, want we zien inderdaad dat die large language models veel beter zijn in multilingual te redeneren en zo verder. Ik denk dat het eerder vanuit de marketing is en de testingcapaciteiten en zo, dat die gewoon belangrijk gaan zijn. Apple zet natuurlijk wel in op de kwaliteit. En als je dan minder goede responses hebt, Nederlands misschien nog savan, maar Europa heeft nog veel kleinere talen dan het Nederlands. Ja. En daar kan het wel eens. Maar dat brengt ons wel bij het tweede belangrijke verschil. En dat is eigenlijk wel een heel interessante, want in de media wordt er heel veel gesproken over Apple partnert met OpenAI. Mm-hmm. En zo lijkt het alsof dat eigenlijk elke query, elke vraag die je stelt binnen Apple Intelligence naar OpenAI wordt gestuurd. Het is wel heel belangrijk om te benadrukken dat dat niet het geval is. Mm-hmm. Ja. Apple heeft eigenlijk hun eigen taalmodellen ontwikkeld, waarvan het grootste gedeelte op je apparaten gaat draaien. Dus dat zijn eigenlijk kleine versies van taalmodellen, helemaal gefine-tuned, niet per se op het schrijven van teksten, hè, want dat doen we niet, maar eerder echt op die acties uitvoeren, het interpreteren van de zaken, van de vragen van de gebruiker. Daarop is het echt gefine-tuned, waardoor dat ze volgens mij het model effectief kleiner hebben gekregen en eigenlijk gewoon op de hardware van uw iPhone, van uw iPad en van uw Mac kan draaien. Mm-hmm. Wat dat trouwens ook wel belangrijk is, want dat is volgens Apple de reden waarom dat het enkel op iPhone 15 Pro, dus dat is gewoon een iPhone 15 die nu een 8 maand oud is of zo, gaat het niet werken. Mm. En iPads, alles vanaf M1, mensen die het een beetje volgen, en MacBooks hetzelfde, alles vanaf M1, enkel daarop gaat het draaien. Mm. Dat is wel belangrijk, hè? Dus als jij 8 maanden geleden een nieuwe iPhone 15 hebt gekocht, dan gaat je geen Apple Intelligence hebben. Okay. En dat is natuurlijk een beetje, zij zeggen dat is, die chips moeten dat on-device kunnen draaien, dat is heel ons ding. Anderen gaan zeggen van, dat is gewoon om je een nieuwe iPhone te doen kopen, de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Maar dus dat is wel belangrijk om daarbij te vermelden. Maar dus,
niveau 1 eigenlijk nog maar, als we hier spreken over de lokale modellen. Ja, en het grootste gedeelte gaat lokaal gaan draaien, maar er zijn bepaalde complexe taken die uiteindelijk toch niet lokaal gaan kunnen draaien. En daar hebben ze eigenlijk een soort van systeem opgezet, wat dat ze private cloud compute hebben genoemd. Oh, ik hoop dat ik het niet fout heb gezegd. Close, private cloud compute engine of zoiets. Ja, ik denk dat het juist is. en het idee is eigenlijk dat er een soort van server voor u specifiek wordt opgespind. Daar wordt inderdaad natuurlijk uw data naar de cloud gestuurd. Dat wordt daar verwerkt. Je krijgt een resultaat en uw data wordt meteen terug verwijderd. En zij, dat gaat eigenlijk door, door experts, ik ben weer een term kwijt. Mijn excuses. Auditbaar, verifieerbaar. Verifieerbaar door experts. Ja, daar komt, ja, maar ze hebben er weer een typische marketingterm opgeplakt waar ik niet op kom. Maar het gaat dus door experts verifieerbaar zijn van: klopt dat ook wel wat ze hier zeggen? Is dat effectief dat die data mooi verwijderd wordt? En is dat wel zo secure en zo private als dat het kan zijn? En zij claimen, het is daar even veilig als op je apparaat. Uiteraard is dat, ik denk als je dan een echte computer security expert zou vragen, die gaat altijd zeggen, op het moment dat iets naar de cloud gaat, is er altijd ruimte voor man in the middles en voor hackings en zo verder. Maar ze hebben wel echt hun best gedaan om dat toch zo veilig mogelijk te maken. Je data wordt niet gebruikt om de modellen te hertrainen en zo verder. Wordt meteen terug verwijderd van het moment dat het op de server geweest is en het verwerkt is. Mm-hmm. Dus, okay. En dat is eigenlijk, dat zijn, en op die servers, voor alle duidelijkheid, draaien geen OpenAI modellen, maar nog steeds eigen modellen van Apple op die private cloud compute systemen. Laag 2. Ik denk, trouwens, om even te onderbreken, dat je zoekt naar verifiable privacy promise. Is het yes, dat? Yes, dat is hem. Verifiable privacy promise. Dat is hem inderdaad. Ja, en het is ook private cloud compute, dus je werd... Oké, top. Juist. Oké, heel goed. Maar dat zijn eigenlijk de twee grote verschillen. Dus Apple heeft heel veel jaren ingezet op die privacy. En privacy is a basic human right en zo verder. Je ziet dat ze toch wel goed hebben moeten nadenken van, ja, we hebben 10 jaar lang echt alleen maar dat praatje gedaan. In de wereld van AI hebben we toch wel een beetje cloud compute nodig. Moeten we toch... En ze willen dat ook heel persoonlijk maken, context-aware maken. Dus je moet daar persoonlijke data in meesturen. En ja, ze hebben dan toch wel er goed over nagedacht. En dit is eigenlijk hun antwoord. Zoveel mogelijk on-device, waar het niet kan, die private cloud compute met verifiable privacy promise. Ja. En voilà, dat is eigenlijk hun grootschalige architectuur, waarin dat zij zien de toekomst van AI, Apple Intelligence dan, die gaat eigenlijk op die architecturale principes gebaseerd zijn. Ja. Maar dan vind ik het toch wel straf dat ongeacht al het werk dat ze er al in gestoken hebben, ongeacht de kracht van het verifiable privacy promise gedeelte, dat ze dan toch gezegd hebben van, en voor wat er dan nog overschiet, daarom kijken we naar OpenAI. Omdat er eigenlijk nog features missen. Dus de features die we kennen van ChatGPT is natuurlijk dat je daar gewoon algemene vragen aan kunt stellen. Hey, ik heb hier deze ingrediënten, geef mij eens een keer een recept, of ik ga op vakantie, maak mij eens een plan. En zo de typische consumer use cases van ChatGPT, daar heb ik niet over gepraat, omdat die Apple-modellen dat niet kunnen. Die zijn gefine-tuned op heel andere zaken. Mm-hmm. En dus... En dat is eigenlijk, ook als het aan mijn writing, dus echt het genereren van tekst, hè, dus Apple Intelligence gaat wel kunnen regenereren, kunnen gaan rewriten, maar niet echt van nul iets kunnen gaan schrijven. Ze voelen toch wel van, oké, mensen verwachten dat daar, en ze zeggen van, kijk, we gaan voor dat soort zaken samenwerken met externe AI-systemen. Voor eigenlijk world knowledge, enerzijds, en het schrijven van teksten, anderzijds. Mm-hmm. En het is eigenlijk daarop dat ze hebben gezegd van, kijk, dat gaan wij niet doen. Denk ook, misschien omdat ze, als dat 10 keer een fout maakt, hè, kunnen zij zeggen van, kijk, wij zijn niet de verantwoordelijke van moment. Hè, dus zij gaan eigenlijk, hè, dus ik zeg nu met externe AI-systemen, en daar binnen die context hebben ze dus aangekondigd dat het eerst wat ze gaan integreren is OpenAI's ChatGPT, waarin dat je dus eigenlijk zonder dat je een account moet aanmaken op ChatGPT en zo verder, dat je dat eigenlijk kunt gaan gebruiken. En op het moment dat je dus vraagt, hey Siri, wat kan je me vertellen over Napoleon? Dan gaat hij zien van, oké, dat is world knowledge, dat is niets wat ik hier met bepaalde app-intents of met dingen die op het device staan kan beantwoorden. En dan gaat er like een pop-up komen van, hey, ik kan dat niet beantwoorden, maar ChatGPT kan dat wel. Wilt je dat gebruiken, ja of nee? Dat gaat elke keer opnieuw komen en dan kunt je als gebruiker zeggen, ja, dat mag of nee, dat mag niet. Mm-hmm. En op het moment dat je daarop klikt van, ja, gebruik maar ChatGPT, dan is de...
de waarheid van wat daaruit komt, dus de feitelijke kennis dat daar eigenlijk gaat genereren, zegt eigenlijk Apple, Sam Altman is uw probleem. Hè? Ja. Dus dat is een beetje hun idee daar rond. Hetzelfde met als je bepaalde dingen wilt, berichten wilt genereren, hè, en dat genereert ware dingen. En dat is eigenlijk Sam Altman zijn probleem, want dat ligt eigenlijk uit onze context. Jij hebt gekozen, gebruik ChatGPT. Dus als je er problemen mee hebt, als je wilt weten wat met je data gebeurt daar rond en zo verder, ga naar Sam Altman en die zal het kunnen beantwoorden. Dat is eigenlijk een beetje een redenering erachter. Maar die data wordt wel gebruikt dan om hun systemen te trainen? Of is dat vergelijkbaar met zo'n business account waar dat uw data Het is vergelijkbaar met zo'n business account. Okay. Dus ze zeggen dat, maar natuurlijk die verifiable privacy promise en al die toestanden, dat zit daar allemaal niet in. Dus we moeten daar een klein beetje Sam Altman op zijn woord geloven dat hij inderdaad alles wat van een iPhone en een Mac en een iPad komt, dat hem dat niet gaat gebruiken. Ook al hebben ze niet betaald. En als dat je in de gratis versie van ChatGPT doet, ja, dat gaat hem dan wel gebruiken. Dus hij zal daar ergens wel, zal OpenAI die segmentatie daarin maken en dat wel beloven. Mm. Maar het voelt natuurlijk wel nog een stukje minder secure aan op dat punt. Maar ze zijn ook met Google aan het praten om ook een Gemini-integratie te gaan doen en zo verder. En zou je dan kunnen kiezen welk model dat je wilt gebruiken? Dat is het idee. Daar gaat het wel naartoe gaan. Okay, zoals je in de toekomst je standaard browser instelt, ga je dan ook je standaard LLM moeten instellen. LLM, en het is misschien maar goed dat ze dat ook doen, want anders zou OpenAI toch echt gewoon oppermachtig zijn en blijven. Want plots kan elke Apple-gebruiker chatten met ChatGPT zonder dat ze het al te goed beseffen. Ja, en het was ook de vraag, wie betaalt hier wie? He, dus betaalt Apple OpenAI om de technologie te mogen integreren? Of betaalt OpenAI en Apple voor alle reclame dat er nu gaat komen en iedereen die ChatGPT zou kunnen gebruiken? En blijkbaar, wat de geruchten en artikels daar rond zeggen, is dat niemand iemand betaalt. Dat het eigenlijk gewoon een partnership is en er zijn geen geldstromen, het is gewoon een partnership met integratie van ChatGPT Maar voor allebei toch wel een win-win, hè? Want OpenAI gaat meer gebruikers hebben, die gaan hun positie alleen maar versterken. En Apple, voor hun beurs gaat dat niet negatief zijn, denk ik, dat die plots AI ook implementeren. Het is alleen maar beter, hè? Als je nu naar de beurs kijkt. Wanneer krijgt OpenAI waarde van gebruikers die niet betalen, dat is wanneer ze hun data mogen als ze gebruiken, data mogen gebruiken om te trainen. Dus dat is inderdaad... Liever hebben dat OpenAI betaald is geweest door Apple om het te gebruiken, dan dat ze zeggen van, het is een win-win situatie. Ah, wat is de win voor OpenAI precies? Dat wil ik dan wel eens heel goed te weten komen. Maar goed, ik geloof wel ergens in het woord, niet zozeer het woord van Sam Altman, maar wel het woord van zijn advocaten, of toch tenminste wat ze op papier zetten. Dus daar een goede lawsuit, daar hebben ze toch wel genoeg schrik voor in de VS. Dus denk ik op zich dat het wel te vertrouwen is. Maar ja, dan ben ik ergens wel benieuwd naar qui bono. Wat is de selling point voor OpenAI ergens? Ja, dat is wie is er de grootste... Wie heeft er de meeste benefits bij die deal? En hoe gaat het dan zich uitspelen? Dat gaan we nog moeten zien. Ja. Wat ook wel interessant is dat alles aan Apple Intelligence, hè, dat is misschien ook wel het idee van dan gaat je een bepaalde Apple One subscription moeten aangaan en zo. Eigenlijk het model dat zowel OpenAI als Google als Microsoft ook aan het uitrollen is. En dat is dus niet het geval. Het gaat een volledig gratis service zijn. Natuurlijk, iedereen weet dat Apple-apparaten op zich niet goedkoop zijn en je moet al het nieuwste hebben om het te hebben. Dus je gaat in die zin natuurlijk wel betalen. Maar voor de rest is het wel een gratis systeem en moet je dus niet nog maandelijks zoveel euro gaan betalen om dat te gebruiken. En dat vind ik wel interessant. Mm. Dat het, omdat echt een core... Het is niet gelijk Apple Music, wat dat echt een randservice is, of Apple TV Plus, wat dat andere zaken die je gewoon kunt inklikken op je toestellen. Het zit echt in de core van die toestellen. Mm. En dat de reden is dat ze gewoon hebben gezegd van kijk, dat is onderdeel van als je een iPhone of een Mac of een iPad koopt. En dat gaat er gewoon out of the box in zitten. Dus misschien ook wel zo'n beetje een marktsignaal. En als we dan kijken naar de toekomst van devices in general, het zal misschien wel gewoon verwacht worden. Ja. Er zijn veel bedrijven die waarschijnlijk hopen om een soort AI-subscription erbij te komen verkopen. Maar als Apple inderdaad zegt van, het is... Ja, tuurlijk zit AI erin, dat is gewoon onderdeel van het device. Mm-hmm. Dan zullen er waarschijnlijk nu een hoop bedrijven zeggen, verdomme Apple met een verdorie oorlogskas. Kunnen het zich veroorloven. Zou dit dan ook de dood zijn van al die nieuwe devices, de Rabbit en de Pin? Voor mij lijkt het wel zo. Ik denk dat zij zoeken in die devices de opvolger van een smartphone, terwijl de smartphone, de opvolger van een smartphone is gewoon de smartphone met wat AI-features in. Ik zie het wel zo.
Ik denk dat er heel veel interessante dingen gaan komen. Er is al een heel ecosysteem en je kunt je woordjes daaraan hangen en dan kun je daar ook aan die draken gebruik maken. En trouwens, heel weinig nieuws over de Apple Watch. Dus ik denk dat daar nog gewoon de standaard Siri-toestanden in gaan blijven zitten. Zijn dat zal waarschijnlijk voor de nieuwe releases dan... And now featuring Apple Intelligence on Apple Watch. Maar dat hebben we dus nog niet. Hetzelfde met de HomePod. En de HomePod is een beetje de Google Nest. Ja. Nee, niet Google Nest. Maar zo de audio, ja. De slimme speakers. Ook daar is er een beetje in dubio van wat gaat dat nu betekenen voor Apple Intelligence. Moeten we misschien wachten als er een nieuwe HomePod uitkomt. Hetzelfde ook met de Apple TV. Dus het is voorlopig enkel Mac, iPad, iPhone. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar wat dat wel interessant is natuurlijk... Ja, wij zitten nu al in een bubbel. Hè? Het is, wij gebruiken elke dag die LLM's en ChatGPT en Copilot en Gemini en zo verder. En wij zitten daar zo diep in. Ik denk dat voor heel veel mensen, eens dat het uitkomt, dat echt wel hun eerste ervaring nog gaat zijn met die technologie. En ik denk dat we echt dat het nog harder gaat ontploffen nu. En uiteraard, ik wil niet de typische Apple fanboy dat bent je wel. Bril op hebben. Dat ben ik uiteraard wel een beetje. Want ik weet uiteraard dat ook Google en Android heel coole, interessante dingen aan het doen is en zo verder. Maar ik denk toch, zeker in de US, als ze daar echt op al die iPhones die intelligentie in gaat komen, ik denk dat dat wel iets te betekenen heeft voor de wereld van AI gewoon in het algemeen. Absoluut. Okay. Ik heb één vraag voor u, Michiel. Wat is de feature waar dat jij het meeste naar uitkijkt? Want ik heb er zelf wel één die ik zag en dacht, dat heb ik nodig. Wat is de feature waar ik het meeste naar uitkijk? Ik denk toch wel gewoon de vernieuwde Siri. Gewoon het feit dat los van het feit dat die dingen gaat kunnen doen, hè, want dan gaan we nog moeten wachten tegen dat de developers dat hebben ingebouwd en gaan ze dat wel doen. Maar gewoon het feit dat je al natuurlijker, gelijk je tegen ChatGPT kunt praten, dat je natuurlijker kunt praten. Ze geven zelf zo voorbeeldjes van, hey Siri, zet een timer voor 5 minuten. Ah nee, sorry, ik bedoel een alarm voor binnen 5 minuten. En die gaat dat perfect kunnen verstaan. Net zoals je dat eigenlijk al zo gewoon bent ondertussen van ChatGPT. Maar als ik thuis dan tegen mijn HomePod praat en een timer zet, is dat echt zo nog, hey Siri, zet een timer voor 3 minuten. Praat je daar tegen? Je hebt daar nog zo'n typische computerstem tegen. Ja. En ik merk dat als ik tegen een ChatGPT in de voice mode zit, dan heb ik dat niet meer. Dan ben ik daar gewoon tegen aan het zeveren, met uikjes ertussen en met even nadenken en zo verder. Het feit dat natuurlijker gaat worden, dat is voor mij een van de meer krachtige features waar ik wel naar uitkijk. Als dan die app intent daar nog inkomen, dan denk ik dat er heel veel krachtige use cases zijn. Maar ja, ik kijk er naar uit om het te testen natuurlijk. Oh, dus wat is uw? Ja, misschien onverwacht of zo, of totaal niet de belangrijkste. Maar wat ik eigenlijk echt dacht toen ik dat zag, van dat heb ik echt nodig, is als je een telefoongesprek hebt, dat ook automatisch gaat samenvatten. En oké, er bestaan tools vandaag al die dat kunnen doen, maar gewoon dat on-device automatisch kan, dat ik een telefoontje opneem van iemand dat ik niet ken, dat uiteindelijk een klant of zo blijkt te zijn, dat ik niet iets snel bij de hand heb om op te schrijven, dat ik dat gewoon op mijn iPhone zelf een samenvatting krijg van, dat moet je doen, dat is er besproken, dat ik dat kan gewoon droppen in uw DM's of zo, als het voor u was bedoeld. Daar kijk ik echt naar uit. Dat is wel een goede feature, ja. En ze gaan hetzelfde dan doen met de voicemail. Ik denk dat Google dat, als ik me niet vergis, vorig jaar in Android ook heeft gelanceerd. Of toch in misschien de Pixel enkel, dat weet ik niet zeker. Maar ook als je een voicemail binnenkrijgt en je zegt van, ik kan nu even niet opnemen. Maar dat je dan eigenlijk van het moment dat die voicemail wordt ingesproken, je eigenlijk in een soort van berichtje ziet wat die persoon aan het zeggen is. En je dan, bij Android werkt het zo, en ik denk bij Apple te testen, dat je dan ook gewoon snel nog kunt opnemen en kunt zeggen van, ik ga toch eigenlijk bellen daarmee. En dat is wel interessant. Ja. Oké. Okay. Ik zag ook nog notification filtering passeren. Ja, notification filtering en samenvatten. Ik heb al heel veel notifications uitgezet op mijn telefoon, maar dan nog, je zit in een groepsgesprek en je krijgt 1 miljard berichten en uiteindelijk komt er gewoon een notification van, het gaat over je reis naar weet ik veel wat. En dan kunnen ze zeggen van, oeh, interessant. Alert, nu is het eventjes belangrijk, ga eens kijken. Groepsgesprekken inderdaad, daar zouden ze dat ook wel eens voor mogen gebruiken. Dat is wel een goeie, een belangrijke feature ook. Ja. Naast natuurlijk de Genmoji, voor de duidelijkheid. Zitten echt supercoole features tussen en ik kijk er ook wel naar uit. En ik vind ook wel heel typerend voor Apple dat die
Die hebben er even over gedaan, in tegenstelling tot andere grote spelers, om effectief iets op de markt te brengen met die AI. Maar als ze het doen, dan is dat echt goed, wel overwogen, gebruiksvriendelijk en effectief. Het levert ook waarde vanaf de eerste minuut. Ik denk wel overwogen sowieso. Ik denk hoe goed dat het werkt, is echt... Dat gaan we moeten zien. Hè. Ja, tuurlijk. Ik ben altijd wel vallend te zeggen van Apple, it just works. Maar iedereen weet ook dat dat niet altijd nog waar is. Mm-hmm. Dus we gaan ook wel moeten zien van hoe goed gaat het effectief werken. En is het echt daar een gamechanger in? Dus daar, zolang het niet gelanceerd is, wil ik daar eigenlijk geen uitspraken over doen. Maar dat het wel overwogen is. En ze met die privacy in mind en zo, dat allemaal hebben gelanceerd. Ik denk dat dat wel goed zit op dit moment. Ja. All right. Verder nog vragen, David? Verder nog iets aan te vullen, Michiel? Nee, ik heb alles gezegd wat ik wou zeggen, denk ik. Alright, ja, super interessant. Ik kijk er echt naar uit om... ik heb nu al niet de nieuwste iPhone, dus moeten we misschien eens over praten? Ja. Maar ik kijk er wel naar uit om te zien wat dat gaat veranderen in heel het ecosysteem van Apple-gebruikers en... Merci om bij ons het te komen uitleggen. Niemand die dat zo goed kan als u. Allright, veel plezier, dank je wel. We kijken al uit naar de volgende grote... Ja, ik ging zeggen, tot de volgende Apple-aankomst. Ja, wat is dat? Merci, zo. Merci. David, heb jij in uw glazen bol gekeken vandaag? Ja, deze keer heb ik mij laten inspireren door een aantal gesprekken die ik onlangs heb gehad met mensen over ChatGPT, hoe kan het ook anders en wat je er allemaal mee kunt gaan doen. En ik was toch wel verbaasd om te leren dat mensen de laatste tijd... Ik gebruik ChatGPT voor professionele doeleinden. Mm-hmm. Tekstjes te schrijven, om mijn werk zaken te gaan doen. En misschien dat ik af en toe, voor zo als ik persoonlijk opzoekwerk moet doen, reisplanningen is zo'n typische. Ja. Doe me een keer een aantal suggesties enzovoort enzoverder. Daar ga ik ChatGPT wel voor boven al. Maar ik merk de laatste tijd steeds meer dat mensen daar ook heel persoonlijke gesprekken mee voeren. Dat die ook advies vragen in persoonlijke situaties aan ChatGPT. En ook wel echt rekening gaan beginnen houden met dat advies. Dus ik denk ergens, mijn voorspelling voor, ik zou toch wel durven zeggen, de komende 5 jaar of zo, is dat we op een gegeven moment gaan zien dat, we gaan het nog niet te ambitieus maken, maar dat zeker een derde van de mensen zal verklaren, in een of andere openbare bevraging, dat zij voor het nemen van grote levensbeslissingen daarover eerst gaan discussiëren met ChatGPT. Dus stel, ik wil een huis kopen, dat je even heel de context schetst van, zou ik dat wel doen? Ja. Kinderen, mijn vriendin ten huwelijk vragen, welke school, welke studies ga ik doen, welke job moet ik aannemen, dat allemaal. En nu natuurlijk... Dus zeker omdat je straks... zo wel eens een objectief advies kan geven. Zo. Nu, Daphne, ik vind het wel heel straf, toen dat we daar straks bezig waren over de AI-politicus, dat jij zo had van, ik kan dat nu beslissingen nemen. En nu dat we het hebben over persoonlijke, levensbepalende beslissingen, dan is het zo, zou toch wel een goede, onafhankelijke adviseur kunnen zijn. Maar... Oké, adviseur. Maar dat is het woord, adviseur. Mm-hmm. Dat je dat advies gebruikt om zelf dan uiteindelijk toch nog de beslissing te nemen. En dat heb ik ook gezegd, hè? Daarnaast, of niet? En als ik het toen niet heb gezegd, dan zeg ik het nu. Als een human in the loop, inderdaad, heb je een human gezegd. In the loop, kijk. Ik begrijp het wel. En het kan zo de ruis of zo eruit halen. Zo. Je bent super hyped over dat één appartement. Oh, maar je moet daar nog wel dit en dit en dit gaan vervangen of renoveren. Zou ik dat dan wel doen? Want dat kost dan zoveel. En dat ChatGPT kan zeggen van... Nee, voor die prijs heb je gewoon een volledig afgewerkt appartement ook wel. Nu, voor mij ligt de grens inderdaad wel van human in the loop, adviseur, tot een ding dat beslissingen voor u neemt, is inderdaad van, wat doet je met advies waar je misschien initieel niet akkoord mee bent? Want anders is het volgens mij gewoon, er is zo'n oud trucje die zegt van, als je een beslissing moet nemen, werp een muntje op. Ja. En als je tevreden bent met het resultaat, dan wist je dat eigenlijk de beslissing is dat je moet nemen. Mm-hmm. Maar ben je teleurgesteld dat het kop in plaats van munt is geworden, wel veranderd dan toch nog van een gedacht. Ja. En dus dat muntje is niet echt om een beslissing te nemen, maar eerder om te helpen voelen wat je voelt. Mm-hmm. Dus is dat ChatGPT of is dat eigenlijk eerder iets die advies geeft en die misschien zegt, waarvan dat jij zou zeggen van,
ik zou het zelf niet zo zien, maar ik respecteer de wijsheid van het systeem en ik ga het advies van het systeem gaan volgen. Ik denk dat het afhangt van hoe sterk je eigen gevoel is misschien. Maar zou jij willen... Stel, jij hebt inderdaad een huis gezien. Je denkt, oké, ik ben nog niet 100% zeker. Ik ga het even aan GPT vragen. En stel dat je dan die conversatie hebt gehad en dat GPT beslist, oké, we kopen het. En dat hij een mailtje stuurt, we kopen het. Zou je dat fijn vinden? Dat jij daar niet meer hebt kunnen zeggen, ja, ik koop het? Ik zou dat niet willen. Ik zou niet willen dat die eindbeslissing bij het systeem ligt. Maar wel dat die mij helpt. Ja. Misschien. Ja. Dus ja. Moeilijke vraag. We gaan zien. Ja. Hè, dus dan is de vraag die je zelf moet stellen van, en waar leidt dat toe? Mm-hmm. Hè, een hoop mensen die allemaal betere beslissingen nemen en die allemaal veel gelukkiger zijn. Of gaan we naar een soort slaafs, volkse, niet nadenkende maatschappij? Je kunt er altijd een beetje een dystopische draai aan geven. Mm-hmm. Ik weet het niet. Maar dus ergens in de komende 5 jaar, volgens mij. Ik denk sneller. Een derde van de mensen, hè, Daphne? Oké, maar... Een derde van de mensen die... Er zijn nu al mensen die het doen. Ja, maar niet alle mensen gebruiken GPT, hè. Ja. Maar een derde van de mensen die GPT gebruiken, bedoel je? Of een derde van de wereldbevolking? Een derde van, laat ons zeggen, de westerse wereldbevolking. Okay. Ergens een bevraging in Californië of in Noorwegen of whatever. Daar zo'n beetje zie ik dat echt wel gebeuren. We zullen het in het oog houden. Gaan we over naar de Curious Raccoon? Helemaal goed. Alright, dan is het tijd voor The Curious Raccoon. En eigenlijk deze keer geen vraag die we gekregen hebben, maar een terechtwijzing. Een correctie. Een correctie, een terechte correctie, een correcte terechtwijzing, afhankelijk van wat je er moet van maken. Ja. Maar Jeroen, een van onze trouwe luisteraars, had ons een bericht gestuurd. En Jeroen, ik ga je alvast gelijk geven. Ik luister ook altijd eens naar de aflevering eens ze wordt gepubliceerd om te horen van, komen daar zo geen, hebben we geen rare dingen gezegd of zo, of moet ik mezelf ergens corrigeren? En ik had het zelf ook al opgepikt van, verdorie, daar had ik iets over moeten zeggen. En kijk, het werd meteen ook al opgepikt. Ik ben blij dat ons publiek even goed luistert naar onze podcast als wij zelf. Wat was de terechtwijzing nu eenmaal? Was het de vorige aflevering? Ik denk 2 afleveringen geleden. 2 afleveringen geleden gesproken over China. Of nee, vorige. Toch? Toch vorige aflevering, toch denk vorige ik. Vorige aflevering, ja. Denk ik. We hebben gesproken over China die geland is op the dark side of the moon. David. Nu, ik ga deels... mea culpa slaan en deels toegeven. Maar anderzijds ga ik mezelf toch nog een heel klein beetje gaan verweren. Want wat was de opmerking van Jeroen, de luisteraar die ons een berichtje had gestuurd van... Ja, the dark side of the moon, die is helemaal niet dark. Ja. Heeft hem volledig gelijk in. De correcte benaming voor the dark side of the moon, gepopulariseerd door Pink Floyd. Ja, damn you, Pink Floyd. Die verdomde muzikanten toch... The dark side of the moon is helemaal niet dark. De betere term daarvoor is the far side of the moon. Want namelijk, de maan is tidally locked, heet dat dan in het Engels. Tijdelijk gelokt aan... Ja. Ja. Zodat, dat is een of ander verschijnsel die ontstaat wanneer 2 lichamen in een baan gaan rond elkaar. Dan trekt de maan en de aarde, die trekken eigenlijk op een zodanige manier aan elkaar dat de draaiing... van de maan, synchroniseert met de baan rond de aarde. Zodanig dat wij eigenlijk vanuit ons perspectief van de aarde altijd kijken naar dezelfde kant van de maan. Nu, dat wil niet zeggen dat die andere kant van de maan nooit licht ontvangt. De zon schijnt daar ook, schijnt daar net evenveel. Misschien zelfs nog iets meer dan op de andere kant van de maan, want die andere kant wordt soms geblokkeerd door de aarde. Dus daar schijnt wel degelijk zon. Dat is niet de dark side of the moon. Desalniettemin zou ik toch wel willen zeggen, we noemen het the dark side of the moon ook wel een beetje omdat het licht vandaar ons niet bereikt en het dus dark is vanuit ons perspectief. Dus daarmee wil ik toch nog een heel klein beetje zeggen van nee, het was niet helemaal verkeerd. Maar ik begrijp inderdaad wel de opmerking van Jeroen. En ik had het ook wel bij jouw vraag moeten aanstippen, Daphne, van nee, het is daar inderdaad niet donker. Het licht schijnt er gewoon, het is gewoon de kant die wij nu te zien krijgen. Ik had er eigenlijk nog nooit echt bij stilgestaan. Inderdaad, als wij geen maan zien, als de maan
zwarte, zal ik maar zeggen, dat dan gewoon de andere kant licht is. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat algemene bekende wijsheid is, maar ik wist dat dus nog niet. Dus bedankt Jeroen om een mailtje te sturen. Als iemand anders ooit zo een ding hoort waarvan dat hij denkt, dat klopt niet, zeg het dan gewoon tegen ons. Wij weten ook gewoon niet alles. Of ja, David wist het nu natuurlijk wel in dit geval. En als ik nog ergens een excuus kan krijgen om te praten over details, over ruimte en orbitale mechanica, dan ik heb weinig excuses nodig. Of wacht, stuur niet naar ons als je iets hoort dat niet klopt. Nee. Toch tenminste over zijn ruimteweetjes, want daar heeft hem al genoeg tijd voor. Het is dat. Nee, maar in ieder geval, merci Jeroen om het te sturen. Als er nog andere vragen, opmerkingen of curious raccoons zijn, mocht je altijd een berichtje sturen naar onze Instagram-pagina, dat is radio.raccoons, of onze form op de website invullen op radio.raccoons.be en dan antwoorden wij met heel veel plezier op jullie vragen. En dan is het nu tooltip-tijd. Blijft toch goed, hè? deze tooltip is eigenlijk ook een techscoop, maar ik wou ze zo wat combineren. Want Luma Labs heeft onlangs hun Dream Machine gereleased. En daarmee zijn ze eigenlijk Sora een beetje voor. Ja. Want wat is Dream Machine? Is eigenlijk een AI-model dat text-to-video generatie doet en er ook behoorlijk goed uitziet. En hetgeen waar dat ze eigenlijk voor mee zijn, is dat je het kunt testen. Ja. En dat is bij Sora, we hebben heel veel voorbeelden gezien, maar eigenlijk hebben we zelf nog niet kunnen testen. Bij Dream Machine, gereleased, direct kunnen testen, gratis. Ik denk dat je 30 video's kunt maken. Zijn 120 frames lang, als ik me niet vergis. En ze zijn niet perfect. Ik denk de cherry-picked voorbeelden van Sora zijn beter dan wat ik heb kunnen genereren. Maar ik moet wel zeggen dat ik het al heel goed vond. En op hun website staan ook wel cherry-picked voorbeelden die eigenlijk evenwaardig zijn aan Sora. Dus in die zin vond ik eigenlijk wel chapeau. Nu, als we het vergelijken met... Ik zeg soms van, als ik het niet zelf kan uitproberen, dan bestaat het voor mij niet. Hè. Als we het dan inderdaad zouden vergelijken met wat is de concurrentie die we ook kunnen vastnemen, dan zijn we al redelijk snel uitgekomen. Runway, waarschijnlijk Runway Gen 2. En daar merkte ik, hè, op de voorbeelden die jij mij had getoond, Daphne, van toch wel een enorme verbetering tegenover wat er voordien beschikbaar was. Veel hogere resolutie. Mm-hmm. We hadden een aantal wasbeer-filmpjes gemaakt. Toch wel, zeker niet perfect, nog niet productiewaardig of zo, maar een enorme sprong voorwaarts. Als we tenminste hebben over wat we vandaag de dag effectief kunnen vastnemen, effectief kunnen gaan gebruiken. Ja, absoluut. En toont gewoon dat er toch wel verandering op komst is of zo, dat er aan gewerkt wordt. Ik had ook iets gezien van Runway, die generatie 3 heeft gelanceerd. Ik moet wel eerlijk zijn dat ik het nog niet heb getest of bekeken of zo. Ik weet niet of dat jij al eens hebt gekeken. Nee, ik had het ook de aankondiging gezien. Ja, maar, het kwam zo snel is voorbij, maar ik heb me er nog niet in kunnen verdiepen vandaag. Maar in ieder geval, op videovlak zijn we weer sprongen aan het maken. Hè? En oké, ik denk dat ze nu even nummer 1 zijn, zal ik maar zeggen. Maar eens dat Sora effectief gaat lanceren, hoop ik ergens dat Sora voorbij gaat steken, want dat zou betekenen dat we supergoeie videogeneratietools hebben. Anderzijds zou ik het ook wel eens gunnen aan een niet-OpenAI-bedrijf om de beste te zijn in iets. Maar wat ze ook hebben gedaan, heb ik gezien, is Genie. Dat is een soort van text-to-3D-model generatie voor zo gaming assets en zo te gaan genereren. En ik moet zeggen dat er ook echt wel supergoed uitziet. Luma Labs, ik zal ze zeker ook in de show notes zetten als je eens wilt gaan experimenteren met hun Dream Machine. Het is wel heel leuk, het is ook redelijk... Ja, je moet wel even wachten. Ik denk ook omdat ze overbevraagd zijn. Maar uiteindelijk heb ik niet super lang moeten wachten op mijn videocus. Dus heel tof. Zeker de moeite waard om eens te proberen. David, ik heb een vraag voor u. Nu ben ik eens benieuwd. Bent jij bang voor spinnen? Aangezien dat ik thuis de aangewezen spinnenmoordenaar ben, mag ik niet te veel schrik hebben voor spinnen, nee. Oké, en wat als die spin een robot was? Wacht, nu zijt je het net beter aan het maken, robot spinnen of wat? Ja, exact dat. Zou je daar schrik van hebben?
Stel je voor dat er plots een robotspin mijn huis binnenwandelt. Ja, zou ik mij waarschijnlijk wel afvragen wat die spin daar komt doen. Ja. Dat op zijn minst wel, ja. Kan ik me wel voorstellen. Nu, waarom dat ik dat eigenlijk vraag, want uiteraard is het tijd voor onze watercolor show-off, is omdat er zoiets bestaat als necrobotics. En dat zijn eigenlijk dode wezens waarvan het lichaam wordt gebruikt om er een robot van te maken. Oh, ik dacht aan een coole robotspin met, ja, met een processor en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is het exact. Hè. Er zijn dus al experimenten geweest waar dat spinnen lichamen worden gebruikt om, ja, effectief die beentjes te laten bewegen door een robotisch brein, zou ik maar zeggen. Oké. En ja, dat heet dus necrobotics. Ik vond dat eigenlijk best wel eng of zo. Of stel dat je zo mensenlichamen zou gaan gebruiken. Ja, de nieuwe OpenAI-robot, opa met een chip in zijn hoofd, die nu terug de nafels, ja, kan komen doen of zo. Ja, ja, exact. Hè. Maar dus als je dat jezelf eens wilt doen, dan moet je... Er staat op Wikipedia een 6-stappenplan over hoe dat je zelf een necrobot, okay, necrobot kunt maken. Eerst een spin zoeken en vinden. Liefst een wolfspin. En die moet je dan gaan euthanaseren door die in de kou te zetten. Ah, oké. Okay, nee. Met de krant erop. Ja, nee, het moet heel blijven, hè, natuurlijk. Ja, ja. Dus Ron, in uw diepvries leggen eigenlijk, basically, 5 tot 7 dagen. Dan moet je een naald in de spin zijn, ja, cephalothorax steken. Dat is eigenlijk zijn, ja, zo'n main body, dus, ja, zijn lichaampje. En daar dan een soort van naald, ja, een soort van lijm rond die naald steken. En dan, okay, op die manier kun je eigenlijk een soort van air, ja, lucht in die... Ik ben het echt heel slecht aan het uitleggen. Maar dus lucht in die spin zijn beentjes steken, waardoor dat die kan bewegen. Dus eigenlijk, ja, ja, kan uitstekken en terug intrekken. En op die manier kan eigenlijk, ja, door daar dan computer aan vast te hangen, die dan gaat bepalen van nu moeten die beentjes gestrekt zijn en nu niet, kun je dan die spin laten bewegen. Oké. Dus eigenlijk, ja, spinnenbenen werken aan de hand van een soort hydraulisch systeem. Ja, klopt. Er wordt vocht ingespoten. Hoezo weet je dit? Dat is mijn watercolor show. Hoezo weet ik dit niet? Dus ze hebben geen spieren om, nee, hun benen te bewegen. Het enige wat een spin eigenlijk doet, is daar, ja, zeg maar letterlijk een soort vloeistof inspuiten om ze te strekken of niet te strekken. En dat zou je dus eigenlijk kunnen gaan, ja, vervangen. Maar het is dus niet dat het brein van de spin nog gebruikt wordt, nee, om... Nee. Puur mechanisch. Nee, het is puur mechanisch het lichaam gebruiken. Ja, oké. Okay. Dus ja, bij een mens gaat het nog niet zo snel gebeuren, denk ik. Wel, ik ging nog zeggen, necrobotica impliceert dat het een volledig veld is van dode, oh, dingen gebruiken om robots mee te gaan maken. Zijn er zo nog leuke diertjes die we al ingeschakeld hebben? Of is het enkel op spinnen gevestigd momenteel? Ik weet het eigenlijk niet. Ik vond het wel... Ik vond het gewoon een cool weetje. Oh, okay. Ik zal tegen de volgende keer wat meer research doen, maar voor zover dat ik het kon zien, mm-hmm, is het beperkt tot spinnen nu. Okay, en ik ben, okay, daar eigenlijk best wel blij om, want ik vind spinnen al eng genoeg hoe dat ze zo zijn. Maar dus ja, necrobotics was voor mij een nieuwe term. Kijk, ik heb nog niet zo gemotiveerd gevoeld om nog een diploma te gaan halen, maar zo'n master in de necrobotica, dat klinkt wel iets dat ik zo op mijn businesskaartje zou hebben. Dat klinkt ook echt als iets wat jij zou doen. Dus ja, nee, bij deze... Bij deze vrees mijn leger aan ondode robotsoldaten. Het enige wat ik voor mij zie op dit moment is zo Harry Potter, de tweede film, waar dat je zo Aragog hebt, die spin... Bent ja, je, ja, die reusachtige spin, die reusachtige spinnenfamilie in dat bos heeft zitten en waar dat die dan zo met die een auto zo naartoe rijden. Ja. Dat, enkel dat zit in mijn hoofd en daar dan robots, intelligentie achter. Ja, nee, dank u. Het hoeft niet voor mij. Ja. Bij deze ga ik ook gewoon afsluiten, want ik wil hier niet langer over nadenken. Ik ben blij dat ik nu eindelijk een nuttig gebruik heb voor al die spinnen die ik moet doodslaan. Ik ga ze gewoon in de diepvries steken vanaf nu en dan kan ik ze, ja, misschien nog later gebruiken om robotjes van te maken of zo. Niet doodslaan. Ja. Maar dus, ja, eigenlijk in principe zou je dat dus... Ik zal ze nu thuis al beginnen bewaren om dan later de robotjes te je maken. Je zou dat dus wel thuis kunnen gaan uitproberen door, ja, zelf... manueel lucht daarin, ja, te spuiten of zo, maar ja, ik voel me nog niet zo gemotiveerd. Nee? Oké.
Nee. Toch geen diploma halen dan. Alright, maar bij deze zit onze aflevering er ook alweer op. Volgende keer hebben wij een interessante expert alweer uitgenodigd voor de deep dive. Dus stay tuned. En dan horen wij jullie over 2 weken. Yes.